Een plek die niet lijkt op Europa, maar wel Europa is. Waar het 4 seizoenen in 1 dag kan zijn. Het lijkt wel een combinatie tussen Bali, Hawaii en IJsland. Hier brak de zeebodem open en ontstonden 9 vulkanische eilanden. Ingesloten tussen 3 continenten in het midden van de Atlantische Oceaan. Dit is Europa's verborgen paradijs, de Azoren! We staan in de hoofdstad van São Miguel, een van de 9 eilanden van de Azoren. Met deze kaart trekken we het eiland rond. Maar voordat we dat gaan doen, duik ik nog even snel de hoofdstad in. Want ik wil wel graag meer te weten komen over dit eiland. De mensen hier staan erom bekend dat ze open en gastvrij zijn. Ik wil wel weten wat hun favoriete plek van het eiland is. En met die vraag duiken we de stad in. You want to know my favorite place? Yes, your favorite place. When you come in, this is called the War of the Fury, this one here. What happens over here in this village, they grab the big pots of food. They prepare everything and they bury it under the ground for 8 to 10 hours. Because, so you can cook under the ground? Yes, because miles under the earth, the volcano is still active. Yeah. What keeps it cool is the ocean, you know, on the side. Here we have a marker. And can you circle your favorite place of the island? My favorite place is Sete Cidades, where I found Sete Cidades. I love because it's so quiet and everything is so green. The people, it's so easy to make friends here because the people are really friendly and warm. So you guys won't have no problem. There's a lot of people too that speak English. You'll have no problem making friends. Okay. And to try to help. The Azorean community is like that. Andam guitarras tocando o teu coração. Thank you guys. Bye bye. Like in the summer, the island is overcrowded because we have the tourists that visit the island and we have the cruise ships. So here in Punta Delgada, it's crazy. Like we can see the other store in front. Yeah, it's okay. So many people. Yeah, but it's like it's good for the business, you know. Yeah, yeah, we of course. Like to see people in the island. In the winter, it's different because normally, in the low season, it's more a tourist. You can have vacations in the low season. Or it is like a type of tourist that don't want to spend a lot. So okay. Places in the summer, it's not so beautiful as the winter. We are the old package, you know. Yeah, yeah. Here it's like your grandmother house. We have really good food, you have really good people, you have amazing views. It's really worth it to be here. So I think it'd be nice that you guys are doing this documentary, you know, to aware the people that there is you know, good spots, you know, reasonable prices that you can come vacation, you know, and also save a little bit of money and then just do the getaway. All right? Thank you, man. It's a Thank pleasure you. Meeting you, my brother. God bless. Thank you. Okay. We hebben veel mooie mensen ontmoet en gesproken. Onze kaart zit goed vol met allerlei cirkels. Ik denk dat het tijd wordt voor avontuur. We stappen de auto in. Daar gaan we. Nu gaan we het eiland pas echt ontdekken. Nu gaan we de mooie plekken zien. Nu gaan we de plekken zien waarom dit eiland zo prachtig is. Ik heb hier echt zin in. Het is echt een onvergetelijke ervaring dit. Eens kijken wat het eiland allemaal te bieden heeft. Je merkt echt dat we op een ander gedeelte van het eiland rijden nu. Het is hier alleen maar bergafwaarts, berg omhoog, bergafwaarts. Kijk hoe smal het hier is, hè. Oh. Onze avontuur begint bij een prachtige waterval op het topje van een berg. De Azoren staan ook bekend om het grote aantal watervallen.
wat je op de eilanden kan vinden. Van de ene waterval rijden we door naar de andere. Alleen dat ging iets anders dan we hadden verwacht. Ergens in deze bossen achter mij ligt een gigantische waterval. En ons doel is om die te vinden. Maar zo te zien moeten we daarvoor nog even een stukje wandelen. Ik denk dat het bij dit bruggetje is. Ik denk dat we daar naar beneden moeten ofzo. Hier is het niet. Dat we hier ergens bosjes in moeten. Toch hier naar beneden dan misschien. We gaan de jungle in. Wel vet, maar geen idee of we verder kunnen. Goed kijken waar je loopt. Ja, hier is het, man. Alleen, we staan er boven. Wij staan boven aan de waterval. Het is hier om de hoek. Huh? Misschien is dit nog wel vetter. Boven aan de waterval in plaats van eronder. Wow! We gaan gewoon random ergens de bosjes in op zoek naar de waterval. Maar dat we dan hier uitkomen had ik echt niet verwacht. Ik vind dit nog 10 keer vetter dan onderaan die waterval staan. Als je heel goed kijkt daar in de verte komt de stoom boven de bomen uit. En volgens mij is dat dat plekje waar het te heet wordt onder je voeten. Volgens mij wel. Laten we daar naartoe duiken. Nou ja, niet letterlijk duiken hier, maar we gaan terug en met de auto daar naartoe. Want dit is iets te hoog. Maar wat een plek. Op het eiland heb je veel van dit soort vulkanische activiteiten. De lava van de vulkanen zit natuurlijk nog in de grond, hieronder, waar wij nu lopen. Je ziet het water hier ook borrelen. Op sommige plekken is de aardkorst zelf zo dun, dat het gewoon heet aanvoelt. Ik hoor het hier gewoon branden. Wel echt een gekke plek dit. Ja, zeg dat wel. We staan midden op een vulkaan. Ja, maar daar borrelt gewoon. Zou dan het water ook warm zijn? Ja, voel maar. Ja, warm. Ja, warm. Ja, met zo'n groot meer, dat kan nooit echt warm zijn, toch? Ja, moet je kijken, het loopt helemaal door daar naartoe. Zo. Ja? Ja? Serieus? Zou je dit is wel echt een goede. Wat zal het zijn? 21, 22 oh, graden? Dat is heerlijk. Zo wordt het zelfs heet als je daar de grond aanraakt. Ik denk als je nou hier je pannetje met je eitje opzet. Zou die dan binnen no time goed zijn? En je hebt knakworst erbij, toch? Ja, ik heb knakworst erbij. Ik zou het proberen. Ja, maar hebben we een pan? Nee, gewoon in de blik. Ja, dat kunnen we doen. Ik heb inmiddels de knakworsten en de broodjes gevonden uit de auto. Ik sprak net een local en ik vroeg, hey, gaat het wel eigenlijk? Hij zei tegen mij, hier langs de oevers kan het water dusdanig zo heet worden onder de grond, dat je met speciale kookpotten inderdaad eten kan bereiden. Alleen, ja, of dit gaat werken, zei hij, dat weet ik niet, maar je kan het altijd proberen. Dus laten we hem gewoon daarin zetten, toch? Als dit werkt, hè? Dat zou zo bizar zijn. Ik denk dat we gewoon even een paar minuutjes gaan wachten, toch? Genieten van het uitzicht hier. Goedemorgen! Hallo! Wat is er nou? Hij komt gewoon hier. Ik wil gewoon knakworstjes eten. Wil jij er ook een? Hij zegt ja. De vulkaan Furnas, waar we nu op staan, is een van de vulkanen die dit eiland heeft gevormd. De slapende vulkaan is al een tijdje niet meer actief. De laatste uitbarsting dateert uit 1630. Dat is al een hele lange tijd geleden. Maar dit is dus het kratermeer. We zijn inmiddels 10 minuten verder, dus nu moeten ze al warm zijn, denk ik. Ze zijn echt heet. Ja? Ja, ze zijn echt gloeiend heet gewoon. Ja. Oh, dat water is warm. Oh, gek. Oh, gek. Hebben we een vork. We hebben gewoon door middel van een vulkaan knakworsten warm gemaakt. Dat kan echt alleen maar hier, hè? En ja, over het uitzicht hoef ik het niet te hebben waar we gaan lunchen. Beter kan niet. Wij nemen even tijd voor de kledingsponsor van deze serie, Revolution Race. Revolution Race is een outdoormerk voor als jij stevige wandelingen gaat maken door de bossen of je gaat hiken in de bergen. Maar je kan ook daar in het stadje achter mij een lekkere wandeling maken. Daarvoor is deze kleding geschikt.
We hebben een jas aan, een trui en een broek van Revolution Race. Zoals je ziet is mijn broek ondertussen al goed vies. Ik ben ook met mijn domme kop in de modder gaan staan. En ik heb geen pyjama, geen bergschoenen. Deze broeken zijn bestemd om vies te worden. Ze kunnen door weer en wind gaan. Ze houden de wind ook tegen, dus dat is ideaal. We hebben enorm veel zakken met ritsen. Nou, hier een paspoortje bijvoorbeeld. Die kan ik mooi hier wegstoppen. Ritsje dicht. Hier mijn portemonnee. Lekkere diepe zakken, zodat je veel kwijt kan. Ze hebben ook verschillende kleuren jassen. Wij hebben voor geel en oranje gekozen, omdat dat het meeste opvalt hier in de natuur en zeker op beeld. Je hebt overal waar je kijkt bijna ritsen. Hier heb je ritsen, lekker zakkie. Hier aan de binnenkant zit onze hotelsleutel, dat is ook heel belangrijk. En die heb ik mooi hier weggestopt, zodat ik zeker weet dat ik die niet kwijtraak. Aan de binnenkant heb je nog meer zakken. Hier aan de zijkanten ook lekkere diepe zakken. Er zit trouwens onze mooie kaart in. Maar dan heb ik nog iets leuks. Heb je het nou extreem warm en wil je deze jas niet uitdoen, omdat je een lekker kleurtje wil houden en je wilt goed beschermd zijn tegen de wind? Kijk, dit is mijn trui. En zo kan je jas lekker luchten. Dan krijg je toch een beetje koele lucht binnen. Kijk, en loopt een van deze koeien nou tegen me aan en wordt mijn jas vies, ben ik lekker goed beschermd en de andere mensen niet. Laten we weer snel op pad gaan om dit mooie eiland te ontdekken. Na de uitbarsting van de vulkaan kwamen er heel veel gebouwen leeg te staan op dit eiland. De natuur neemt die plekken over. Jullie weten, ik heb vaak verlaten gebouwen bezocht in het verleden. En dit is eigenlijk ook een soort Urbex Walhalla. Je vindt hier gewoon heel veel leegstaande gebouwen. En wij gaan kijken hoeveel gebouwen we op dit eiland kunnen vinden. We zijn op weg naar de volgende verlaten locatie, maar daarvoor moeten we de auto op een parkeerplaats zetten. En nu komt een bijkomend voordeel van de winter. In de zomer moet je hier een kaartje pakken, vervolgens moet je betalen om hier te mogen staan. Zal waarschijnlijk maar 3 euro zijn. Maar nu is het winterperiode en hoef je niks te betalen. De natuur heeft deze kerk compleet overgenomen. Ja, zorgt wel voor een heel mooi plaatje. Maar wat dachten de bewoners hier nou? Hey, die kerk die is al wel verlaten en vervallen. Laten we gewoon die kerk opnieuw gaan inrichten en het opengooien in de zomer. Eens kijken hoeveel toeristen we daarmee kunnen krijgen. Ja, dat is een succes geweest. Dus tot op de dag van vandaag is de kerk nog een soort van intact. Je kunt naar binnen als je entree betaalt. Maar de buitenkant die houden ze zo, want dat ziet er gewoon schitterend uit. We staan in de haven van Ponta Delgada en de Azoren staan erom bekend dat het een van de beste plekjes is om walvissen en dolfijnen te spotten. Wij gaan zo meteen met een van die twee boten richting open zee en dan gaan we kijken of we een paar kunnen spotten. In de zomer heb je meer kans op het spotten van dolfijnen en walvissen. Het is nu winter, maar de kans is wel aanwezig dat we ze kunnen zien zwemmen. Maar voordat we gaan wil ik Futurismo bedanken dat we mee mogen op de boot. Mede dankzij hun kunnen jullie genieten van dolfijnen en walvissen. Daar gaan we. Hallo. We varen inmiddels weg van de haven richting open zee. We hebben natuurlijk te maken met natuur. Natuur gaat zijn eigen gang. Dus we weten niet hoeveel dolfijnen we tegenkomen of hoeveel walvissen. Het is maar net wanneer de natuur er zin in heeft. Maar goed, deze ervaring op zich is al enorm gaaf. Dit is niet normaal, dit is zo mooi. Moeder natuur. Wauw. De eerste keer in mijn leven dat ik dolfijnen in het wild spot. Wat een ervaring zeg. Moet je kijken.
Thank you. Thank you. Zo, we zijn weer een enorme ervaring rijker. De natuur echt in volle glorie gezien. Nogmaals, dankjewel Futurismo voor deze enorme gave kans. Dit had ik echt niet willen missen hier op het eiland. Een van de beste plekken waar je dolfijnen en walvissen kan spotten. En wij hebben het gedaan. En vanuit de haven gaan we weer verder op avontuur. We gaan echt middle of nowhere in. Dit is gewoon de jungle, man, bijna. Het zit er wel een beetje jungle achter. Ja, hier liggen klinkers, dus... Hey, een auto. Ja, kom. En nu? En nu? Ja, hier past het nog net. Denk je? Ja, is dat nog. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik denk dat het kan. Ja. Top. Als ik nu links kijk, lijkt het net alsof ik gewoon in de wolk aan het rijden ben. Geen idee, man. Je ziet niet zo heel veel, maar daar staat een gebouwtje. Hier regent het ineens een beetje. Ja. Het wordt langzaam donker in de vallei. En wij eindigen onze dag op dit mysterieuze plekje. Een nieuwe dag breekt aan op São Miguel. Wij zijn vroeg opgestaan omdat we de zon willen zien opkomen op een heel mooi plekje van het eiland. Een hele goede morgen. Het is enorm vroeg hier op het eiland. Wij staan bij Pico do Ferro. Vanuit hier heb je een prachtig uitzicht en wij gaan even kijken hoe de zon hier opkomt. Dus we gaan omhoog. Ik denk dat dit wel een van de mooiste plekjes is op het eiland om de zonsopgang te bekijken. Dat gaan we ook met de drone doen. Zo heb ik de zon niet vaak zien opkomen. Moet je kijken, wat voor mooi plaatje. Ik ben heel blij dat we voor deze serie een pakket met goede kleding hebben gekregen van Revolution Race. Zo heb ik hier een jas aan die goed ventileert. Deze broek ziet eruit als een spijkerbroek, maar heeft wel alle kenmerken van een outdoorbroek. En die is geschikt voor een wandeling in de stad of een stevige hike. En dat is precies wat wij hier gaan doen. In de stad lopen en hiken. Het zit lekker en het beschermt je goed tegen weer en wind. Omdat het hier 4 seizoenen in 1 dag is, is goede kleding wel noodzakelijk. En ben jij nou van plan om binnenkort op avontuur te gaan, net als dat wij hier doen, dan heb ik iets leuks voor je. Ik heb namelijk een kortingscode waarmee je 15% korting krijgt op jouw bestellingen. Die kortingscode vind je hier in de beschrijving. We hebben nu alweer veel te lang gepraat. Tijd voor avontuur. Let's go! De Azoren hebben dankzij hun strategische ligging altijd een belangrijke rol gehad in de handel tussen verschillende continenten. Goederen werden op deze eilanden opgeslagen en konden vanuit hier weer verhandeld worden richting andere continenten. En dat merk je hier wel op de eilanden. Dankzij deze handel zijn er invloeden terug te vinden van over de hele wereld hier op de Azoren. Ik sta voor de oudste theeplantage van Europa. Deze plantage is al meer dan 130 jaar oud. En hier wordt nog steeds op traditionele wijze thee geproduceerd. Op deze plantage wordt onder andere groene, zwarte en kanto thee geproduceerd. De theeplantage ligt aan de noordkust van het eiland en heeft een gebied van 32 hectare. Dat is gelijk aan 64 voetbalvelden. En dan raken we in gesprek met een local. So my name is Jose. I was born around these hills, these beautiful tea hills that you see here. And I was born in a little town just down the road here called Guyanet Bosch. There's Guyanet Bosch and Guyanet Simba. And I remember as a kid, I used to walk through here, and they used to have these huge geese. And my mother and I used to run when we'd see the geese. And the amazing thing about this place is that today you see so many tourists here. And when I was a kid, there was nobody here. It's just an amazing place. And to see how it's changed, it's unbelievable. Ze hebben hier ook een museum. En in het museum kun je precies zien hoe ze vroeger de thee maakten en hoe ze dat nu doen. Natuurlijk is er nu veel meer technologie, dus gaat het wat sneller en beter. Maar dit is en blijft
de opzet van de fabriek. I've lived in Canada for since I left here when I was about 9 years old. So I've lived in Canada almost my whole life. I've got my children there. I've got my businesses there. So I try to come back every month. That's amazing. I think as the years go on, we're going to spend more and more time here. So as I get a little bit older, I want to come back here. This is a more peaceful way of life. The people are the kindest. Once you get to know them, they'll all invite you to their house. They have something to eat. It's just, you know, the people here are as nice as anywhere you'll find. And the food here is amazing. Everything here is natural. They don't even use that word. Like in Canada, we have meat that's organic or grass-fed. Everything here is grass-fed, you know? The fish, nice. You have the most amazing ocean, the Atlantic Ocean. You have the best fish. So anything you need is right here. Nice to meet you, man. Nice to meet you, okay? Thank Wish you guys all the luck, okay? Yeah, you too. Thank you. Zullen we maar eens proeven? Zeker weten. Je kunt hier niet naartoe gaan zonder de thee te drinken. Heerlijke thee, heerlijke groene thee. En daarmee eindigt deze aflevering. We zijn aangekomen op de locatie der locatie. In de volgende aflevering gaan we verder op avontuur. Zoals je ziet is het echt een gigantisch bouwwerk. En ontdekken we onder andere een verlaten hotel en gaan we buggy rijden. Zo bizar, ongelooflijk.